Wat is het Oekraïense volk toch een ongelooflijk moedig volk. Ons hart en onze sympathie ligt bij die jonge mannen die hun grenzen, hun land en hun identiteit verdedigen tegen die Russische agressor Poetin. En waar er gevochten wordt, slaan vrouwen en kinderen op de vlucht. Alle begrip daarvoor. Maar wat een immens verschil met de conflicten in Syrië en Afghanistan, waar het net die jonge mannen zijn die massaal gingen lopen richting ons land en hun vrouwen, kinderen en ouderen in de steek lieten. Daarom staat de Belgische regering met staatssecretaris Medi voor een duidelijke keuze. Gaan we onze harten en onze grenzen openzetten voor een moedig Oekraïns volk? Of blijven wij Hotel Belgica spelen voor gans de wereld? We kunnen niet beide doen. Onze sympathie en ons hart ligt bij die moedige Oekraïners. Staatssecretaris Medi moet geen hashtags op Twitter lanceren met plek vrij. Hij moet effectief plekken vrijmaken in onze asielcentra. Enkel zo kunnen we onze plicht voldoen en kunnen we solidair zijn met ons Europees zustervolk Oekraïne.